Meneer Kuipers, u zei net, u refereerde net even aan die 15%, hè, de reductie van het R-getal op het moment dat je het coronatoegangsbewijs, dus 3G, invoert. Maar is het niet de verkeerde voorstelling van zaken? Want in het rapport staat namelijk heel duidelijk dat het alleen het geval is op het moment dat het overal ingevoerd wordt. Dus ook in supermarkten, winkels, op werk. Als dat niet het geval is, is het maar 5%. Waarom houdt u dan toch vast aan het coronatoegangsbewijs? Ja, wat ik zei is dat het tot 15%, hè, dan moet je het breed gebruiken. Dus de vraag was even automatisch en dat zo is het rapport ook een beetje gepresenteerd. Als we het gebruiken in een setting waar het virus de pan uitreist, waar het aantal bij wijze van spreken de bekende R-waarde waar iedereen het over heeft, hè, als de R-waarde 1,6 of 1,8 is, dan heeft een coronatoegangsbewijs maar een beperkte meerwaarde. En dan kom je op lage percentages. Evenzo, als je een coronatoegangsbewijs maar heel beperkt inzet, heeft het maar een beperkt effect. Maar het kan een ruim effect hebben als je het ook ruim toepast. En waar we nu een beetje naar zoeken met z'n allen is, hoe zorgen we nou dat we de maatschappij zoveel mogelijk openzetten en tegelijkertijd ook nog die pandemie enigszins onder de duim houden. Nou, dan moet je een coronatoegangsbewijs op dit moment, en dan heb ik het helemaal niet over 1G, 2G of 3G in de onderscheid, maar dan moet je in brede zin een coronatoegangsbewijs niet in de prullenmand gooien.